Ja, ik heb een nieuw woord bedacht. Ik ga het ook insturen voor de Dikke Van Dalen. Want het is namelijk tijd voor financiële zaken. Vorige week hadden we het over de campagne van de Nederlandse banken. Aflossingsblij. Maar ja, Ab Flips is natuurlijk onze financiële man. Ik heb ervan gemaakt aflossingsblij. Ik vind het geweldig. Vind je mooi? Ik vind het geweldig. Ja, hè? Houden. Ja? Vastleggen, domeinnamen, een reeks. Ja. EU, .com, EU. Ja. En dan wachten totdat iemand hem wil hebben en hem van je komt kopen. Ja. Zo. Zoiets. Slim. Ja. Slim. Ja. Delen we dan samen? Ja. Goed, ja, absoluut. Maar goed, jij wilt het dus daar weer over hebben. Omdat je heel veel reacties had. Vorige week heb ik met name uitgelegd wat nou precies die aflossingsvrije hypotheek is. Wat nou die campagne van de banken inhoudt. Aflossingsblij. Ook de voordelen heb ik even genoemd. Kun je nog even kort wat het inhoudt, die campagne? Ja, ik denk dat ik het nog even moet doen. Want ik heb nog redelijk wat reacties gehad naar aanleiding van de uitzending. En we hebben vorige week aangegeven, nou, wat is aan de andere kant van de medaille? Gisteravond was ik bij een spreker bij de meet-up hier in Lelystad van VPRO Tegenlicht over de crash. Toen heb ik dat ook nog eventjes naar voren gebracht. En dan merkte ik in de zaal toch wel wat reacties van mensen die zeggen van nou, we vertrouwen die banken niet zo goed met die campagne. Hè. Dus het leeft wel bij mensen die zeggen van ja, moeten we dit wel doen en wat zit er precies achter? Nou goed, even terug naar die hele campagne. Terecht dat die banken en de toezichthouders, ondanks het feit dat ze zelf die aflossingsvrije hypotheek hebben verstrekt, hè, dat we duidelijk over zijn, zich zorgen maken over de enorme aantallen aflossingsvrije hypotheken, met een gemiddeld bedrag van 100.000 euro. En één ding, laten we heel helder zijn, over 30 jaar moet dat product, moet die hypotheek worden afgelost. Punt. Ja, hoe dan ook. Hoe dan ook. Behalve Rabobank, maar verder alle banken moet dat wel gebeuren. Nou, volgens de Nederlandse Bank hebben we in 2035 een piek. 700.000 hypotheken moeten dat jaar worden afgelost. Men verwacht dat 200.000 hypotheken in de huiseigenaar in de problemen komen. Dus er moet wel iets aan gedaan worden. Ik sta 100% achter die campagne. Laten we daarover na gaan denken. Maak een plan. Wacht niet tot dat moment daar is. Hè, dat je die dag een brief krijgt. Maar ga van tevoren eens rond de tafel. En de voordelen zijn evident. Hè, want bedoel, op het moment dat je je huis helemaal vrij hebt, heb je geen lasten. Bedoel, dat is niet echt een... Dat is nou niet echt een ingewikkelde uitleg, denk ik. En daarnaast, hè, wat banken ook aangeven, zeggen ze, ja, kijk, stel nu je spaargeld tegen 0,03% rente. En je betaalt op dit moment 3% hypotheekrente. Nou, dan is het snel een rekensommetje gemaakt. Los dan je spaargeld af. Want dat levert meer rendement op dan de spaarrekening die je nu hebt. Dus allemaal heel logisch, heel plausibel. Aan de andere kant moeten we wel even nuchter zijn. Maar wat betekent nu een aflossingsvrije hypotheek van 100.000 euro? Ja. He, pak even een rente. Ik heb even vanmorgen gegoogeld, even gekeken naar een rente van 20 jaar vast. 2,5%? Nou ja, ik kwam op 2,4 uit, maar dat maakt niet uit. 2,4% op een ton, dat is precies 200 euro in de maand. Heb je een 20 jaar vastgezet, he, je huis heeft dan een waarde van 2,5 ton. Je hebt een 100.000 hypotheek en je betaalt 200 euro in de maand. Lekker. Nou ja, daar kan je nergens voor wonen. Kan je nergens voor huren, dus dat is hartstikke goedkoop. Dus maar sociale huur is duurder. Dat bedoel ik. Dus maak je nou niet al te druk als dit de verhouding is. He. Je moet je wel druk maken als jij een huis hebt met 2 ton en 4 ton aflossingsvrij. Dan maak je druk, dus wat zwart-wit uitgelegd. Maar maak je niet druk. In zo'n voorbeeld. Nee. En met een AOW en een klein pensioentje kom je al snel op 70, 80, 90, 100.000 euro. Dat is een beetje pensioentjes waarbij je gewoon een hypotheek kan sluiten. Ja. Je moet wel rekening houden dat banken dat gesprek aangaan en dat sommige banken zullen meegaan met het verhaal. Stel maar aflossingsvrij voort. Ja, een nieuwe hypotheek aflossingsvrij. Maar er zullen ook zeker banken bij zijn die zullen zeggen van nou, we willen wel dat u nu gaat aflossen. Nou, smeer dat uit over 30 jaar. Ja, er is ook niet zoveel aan de hand. Nee. Goed, nu even terug naar mijn bezwaar van het aflossingsvrije. Kijk, die aflossingsvrije hypotheek, die overwaarde, die komt steeds meer in beeld van de fiscus. En dat is denk ik iets wat we goed in de gaten moeten houden. Ja, daar moeten we straks ook belasting over gaan betalen. Voor iets wat je nog niet in handen hebt. We zien het eigenlijk nu al, Marco. Die aflossingsvrije hypotheek, die zien we bijvoorbeeld al terug. Dat is op zich ook logisch. Hè, wanneer jij komt overlijden, hè, dan valt dat geld gewoon in de erfenis. Hè, wordt gewoon belast over. Hè. Dus de overwaarde van je huis is gewoon vermogen. Wordt gewoon belast. Niet bijzonders, maar het geeft wel even aan dat het niet vrij is zomaar. Hè. Je betaalt misschien nu nog geen belasting over. Maar kom je te overlijden, dan wordt er gewoon... Hè, dan wordt uiteindelijk erfbelasting betaald over... Dat geld heb je toch nog niet in handen? Het zit toch in stenen? Pas op het moment dat je het verkoopt. Het is jouw vermogen. Daarom. Ja, waar ik naartoe wil is dat eigen huis steeds meer als vermogen gezien wordt. Je ziet het ook bijvoorbeeld als een van de twee huiseigenaren, een van de twee partners opgenomen wordt in een verzorgingstehuis. Dan heb je met de WLZ te maken, de wet langdurige zorg. En die kent een maximale eigen bijdrage van ruim 2300 euro. Afhankelijk van je vermogen. Dus stel nu je hebt geen spaargeld. Ja. Je hebt wel een huis met 300.000 euro waarde. Ja, dan kijkt de overheid. Ja, dat klopt. Hey, wat heeft u? Heeft een vermogen 300.000 euro. Ja. Dus u moet voor uw partner 2300 euro betalen. Ja, maar dat heb ik niet. Maar je is een huis verkopen. Wel, want u heeft 3 ton.
Snap je? Je ziet dus dat dat huis. Ja, maar dat is natuurlijk fysiek absurd. Fysiek geld. Ja, okay, je kan daar niet bij. Nee. Ben ik met je eens, Michael? Maar het geeft aan dat er dus een draai komt naar het vermogen. Ja, dus ja. Met andere woorden, als straks die huizenmarkt instort en dat huis van 3 ton is dan nog maar 130.000 euro waard. Dat is wel heel extreem, ja, natuurlijk. Ja. Maar goed, dan krijgen we ook geld weer terug. Nou ja, dat is, moet ik zeggen, dat is de andere kant van de medaille. Er wordt wel steeds meer gedacht van: oké, we moeten misschien daar veel eerlijker in omgaan. Dat, ja, bij een daling van de huizenmarkt, dat we daar ook iets mee doen. Ja, ja. Moet je het aangeven weer. Ja. Maar er komt nu een echte wet aan, of de afschaffing van de wet komt er nu aan. Dat is de wet Hillen. Die wil ik eigenlijk straks even naar het volgende, naar de break even uitleggen. Ja. Dat is één, die is concreet. Hè? Die wil ik toch even toelichten wat dat nou precies betekent. Want ik merk dat er veel vragen over zijn. En er komt nog iets anders aan, dat die eigen woning uiteindelijk op termijn naar box 3 gaat. En wat daar de consequenties van zijn, dat is fors. Maar dat wil ik straks nader toelichten. De wet Hillen met Ab Flipsen hebben we het over financiële zaken. En er komt nog wat aan, zei hij net. Ja, dus, er komt nog wat aan. We zijn benieuwd, Ab. Die wet in Hillen, dat is zeker. Die is aangenomen. De Eerste Kamer, dus die wordt per 1 januari gaat die in. Dat houdt het in, kort? Dat houdt de wet in Hillen in. Nou, even kijken naar hoe ziet jouw belastingaangifte eruit als jij een eigen huis hebt. Dan heb je een postje eigen woningforfait. Die is gebaseerd op de waarde van je woning. Stel nu, je woning heeft een waarde van 320.000 euro. Dan heb je dus een eigen, heb je een WOZ-waarde van 2400 euro. Moet goed zeggen, 2400 euro. Heb je nou bijvoorbeeld een hypotheekrente van 4400 die je op jaarbasis betaalt, dan haal je die 2400 er vanaf en heb je nog 2000 over. En die 2000 euro, dat is een aftrekpost. Mm-hmm. Dat zit in ons systeem, bijna in onze genen. Mm-hmm. Stel nu dat je in diezelfde situatie zit, 320.000 euro, 2400 bijtelling, en je hebt maar een hele lage hypotheekrente, of je hebt helemaal geen hypotheek meer. Heb je daar ooit iets van gemerkt? Nee. Dus die 2400 staat wel als bijtelpost in box 1. Dus moet je belasting over betalen. Ja. Maar die wordt door de wet Hillen eigenlijk geschrapt. Ja. Zo maar zien. Die wet Hillen die wordt afgeschaft per 1 januari. Dus dan blijft die 2400 euro staan. Dat zou betekenen dat die 2400 euro wordt belast. Afhankelijk van je belastingschijf. 40%, 50% ga je de belasting over betalen. En dat is iets wat natuurlijk nooit is geweest. Hè? Nee. Dus de eerste keer worden we nu geconfronteerd met het feit dat jij je huis op aflost en belasting moet betalen. Mm. Daar was veel commotie over toen de Tweede Kamer of het kabinet met die wet kwam. En uiteindelijk is die wet gematigd. Dat wil niet zeggen dat die wet wordt afgeschaft in één keer, maar we doen het in fases. Dus volgend jaar gaat die groep die feitelijk dus meer bijtelling heeft dan aftrek, gaat dus voor de eerste keer merken dat ze een paar tientjes moeten gaan betalen, afhankelijk van de situatie. En het loopt elk jaar wat op. En nogmaals, in die situatie met die 2400 euro, en je zit in de hoogste schijf, ga je er uiteindelijk 1200 netto over betalen. Ja. Daar gaan we uiteindelijk naartoe. En dan heb je over een huis van 320.000 euro. Dus we gaan met z'n allen nu meemaken dat we dus gaan betalen over de overwaarde van ons huis. Nu liggen er al jaren, en dat is nog een grote zorg voor mij, nu liggen er al jaren plannen, met name vanuit de SP en D66-hoek, maar meer politieke partijen zijn ermee bezig. Meer berekeningen zijn er gemaakt om de eigen woning compleet over te hevelen van box 1 naar box 3. En we weten, in box 3 zit je spaargeld, je beleggingen, je tweede huisje, vermogen zit daarin. En dat is weer een heel andere maatregel. En zelfs het Centraal Planbureau heeft in 2016 nog een rapport uitgegeven. Kan je zo keurig googelen via dat terug. En het Centraal Planbureau is ook voorstander van het overhevelen van box 1 naar 3. Daardoor met lage belastingtarieven te gaan werken als onderdeel van een totaal plan. Oftewel, er leven dus al jaren plannen om die eigen woning naar box 3 te gooien. Maar dat is een principieel verhaal. Want op het moment dat je dan die 320.000 euro overwaarde hebt, wordt die 320.000 euro bij jouw inkomen geteld. Ja. Los van het feit. Ja? Ja, ja, dan gaat het hard. Ja, dan gaat het hard. Ik heb 30.000 euro vrijstelling. En met z'n 62.000 euro. Ja, maar komt er even 320.000 euro aan. Naast je spaargeld en andere dingen. Dan wordt het dus net als een auto, wordt het eigenlijk. Als een soort, was net als een soort auto, wordt het gewoon als bijtelling gezien. Ja, maar, ja goed. Auto, ja. Op zich, ja. Een soort leaseauto. Het kabinet heeft natuurlijk de afgelopen 10 jaar heel goed rondgekeken over van waar zit het geld nou eigenlijk in. Weet je wel, in de huizen. Ja. Dus daar moeten we het geld vandaan gaan halen. Arnoud, ik ben het met je eens. Als ik advocaat van de duivel speel en ik zou overheid zijn, ik zou het helemaal voor het zeggen hebben. Tuurlijk. En ik wil geld hebben. Ja. Ga ik natuurlijk naar de eigen woningen toe. A, stijgen die op dit moment fors? B, de ouderen hebben trouw en netjes afgelost. Er zitten in hun opvoeding. Ja. Dan zitten ze in elkaar. De jongeren, nee, laat ik het anders stellen. Degene die na 2013 een nieuwe hypotheek hebben gesloten, moeten allemaal aflossen. Lossen af in 30 jaar tijd. Dus er komt steeds meer overwaarde vrij. Mm-hmm. Door de switch in 2013 dat iedereen moet gaan aflossen. Door het feit dat ouderen gaan aflossen. Door die campagne aflossingsblij gaan we extra aflossen. Mm. Ja. Ja. En zo komt er dus een enorm vermogen vrij. Allemaal in het eigen huis. En als je dat op een of andere manier gaat belasten, ja, dat is maar de money maker. Dan moet je dus nu zeggen van, weet je, ik ga helemaal geen huis kopen. Ik ga gewoon lekker huren. Ik verkoop het nu. Dan heb ik een spaarcent.
En dan ga ik huren. Nou ja, dat, ja, maar geld wat over uit jouw woning komt. Dat... Ja, maar dan heb je het in ieder geval echt fysiek in handen. Ja, maar ja, dan rent het ook. Er zijn toch allerlei scenario's te bedenken. Je kan niet even niet een huis gaan kopen. Want je moet ook. Ik bedoel, ik vind een huis kopen nog steeds een zeer, zeer verstandige zet. Hè. Pak nou even net het voorbeeld van die meneer of die mevrouw met 100.000 euro aflosvrij hypotheek. Ja, die 200 euro. Ja, 4% 200 euro. Bingo. Goedkoper kan je niet wonen. Nou, meer, mijn boodschap is veel meer dat je na moet denken van gaan we aflossen? Ja. En waarom? En hoe zit het dan in elkaar? Hebben wij nog wat spaargeld over? Want je moet nooit je geld allemaal in bakstenen stoppen. Je kan het er nooit meer uithalen. Vind ik ook een argument. Hoe haal je het eruit? Hè? Je kan het geld wel aflossen allemaal. En je hebt geen reserve. Hoe haal je het geld eruit? Je wil bijvoorbeeld je wil een keer een camper kopen. Je wil leuke dingen gaan doen. Je wil misschien je kinderen iets lenen. Je moet misschien een dure operatie in Amerika. Dat kan dan toch allemaal niet meer? Je hebt het geld niet. Stop het geld dus niet in bakstenen. Alleen maar in bakstenen, als je het niet uit kan halen. En dat is wel de situatie. Dus er zijn allerlei argumenten om niet blind te gaan aflossen. En dat is mijn tegengas op deze campagne. Mm. Bekijk de medaille van twee kanten. Aflossen kan zeker zinvol zijn, maar ook vaak niet. En ga daar een rustig plan met iemand opstellen, samen met een aantal mensen die er verstand van hebben. Het nadeel is alleen een beetje dat veel financiële adviseurs ook op de koers zitten van ga maar aflossen. Ja. Dus je komt er nog weinig tegen. Maar ik hoop dat deze uitzending wat bijdraagt aan het scherper maken en kritischer maken van moet je wel gaan aflossen. Mocht je nog allemaal even terug willen luisteren, we zetten natuurlijk op onze gemistpagina via omroefleveland.nl. En vanavond tussen 7 en 8 uur herhalen we het nog een keertje. Dan kun je het allemaal nog even op je gemak terugluisteren. Zeker. Ab, dankjewel, tot volgende week. Tot volgende week.